Brittany Don uit Amerika en Jozef Misik uit Slowakije studeren allebei aan de Erasmus Management School. Vorig jaar begonnen ze de website Linguistadores als hulp voor mensen die een taal willen leren. When I was studying German and Italian, I had to read more. I wanted to watch more online and listen to more music. So I went online and searched for that. I had to translate and then write down the words I translated and did what I didn't understand. And that's how it came about. I thought that this process was not very efficient and not good. So we came up with a solution. Via de site kun je video's, muziek en artikelen bekijken in de taal die je aan het leren bent. Begrijp je een woord niet, dan klik je erop en verschijnt de vertaling. So when I come home from work and school, there's no way I'm going to spend my evening with a study book. It's so demotivating. But I do want to, you know, catch up on the news, maybe watch a show. And so if I can read what happened with the Italian elections in New.nl instead of on CNN, then that's a way for me to do the things I like to do, but also to practice vocabulary that's interesting to me in Dutch, which is the language I'm learning. Accelerating the Future wordt georganiseerd door Rotterdam Internet Valley. Zij willen in Rotterdam een nieuwe internetrevolutie op gang brengen. Binnen Rotterdam is heel veel online talent aanwezig. En wat goed is voor de stad, als we dat ook proberen vast te houden. Datgene wat hier ontstaat, om dat ook echt vast te houden, dat bedrijven zich ook blijvend wortelen hier. En dan natuurlijk ook wel internationaal uit kunnen vliegen. En daarvoor biedt eigenlijk Rotterdam Internet Valley een broedplaats. Commodify Us is ook zo'n startend internetbedrijf. Ze willen Facebook-gebruikers meer controle geven over hun eigen data. Ze kunnen je precies in een hokje plaatsen of je nu een man of een vrouw bent, welke leeftijd je hebt, misschien hoeveel inkomen je hebt, of je kinderen hebt. En dan kunnen ze precies zien wat jij nu moet kopen. Via hun site kun je inzicht krijgen over je gegevens en ze, als je dat wilt, zelf verkopen aan wie jij dat wilt. Je werkt de hele dag eigenlijk om een profiel op te bouwen op Facebook. Maar andere mensen maken er geld mee. Wat ontzettend leuk is, mensen, die jonge ondernemers, die hebben ideeën, die denken out of the box. Er zijn eigenlijk geen grenzen. Alles is feit, online is alles eigenlijk mogelijk. En het is ontzettend leuk om met die mensen aan de slag te gaan. En als je ook ziet dat hun ideeën, die misschien nog heel erg Star Trek lijken, dat het gewoon mogelijk is, dat het kan.